Eerst zou ik willen beginnen met een beschrijving van het bouwproces zoals dat vandaag meestal plaatsvindt. En je kan dat eigenlijk vergelijken met een estafette-race. Elke loper geeft een stokje door aan de volgende loper. Zo is ook een bouwproces. Jo heeft het net ook al een beetje gezegd. Hè. De architect maakt zijn ontwerp. Die geeft dat door aan een ingenieur. Die moest zijn plan daar meer mee trekken. Er is iets of wat stabiliteit in proberen te krijgen. Dat wordt aanbesteed, gaat naar een aannemer. En iedereen werkt in zijn eigen hokje verder aan het gebouw. Dus een lineair proces. Tweede vaststelling, binnen de bouw. Er is de laatste tijd redelijk veel innovatie binnen het bouwbedrijf. Maar die innovatie die is vooral gericht op eigen processen en op productinnovatie. Dus men kijkt nauwelijks over de hokjes heen. Derde vaststelling, er is een grote foutenlast binnen de bouw. Er zijn cijfers bekend, 20%, 35% faalkosten binnen de bouw. We bouwen nog hetzelfde als 50 jaar geleden. Het proces van samenwerken is er nog altijd niet, het is nog altijd stap per stap. En we zitten dus in een conflictmodel. Als betrokken partij binnen een bouw heb je eigenlijk nooit het gevoel dat je de bouw 100% onder controle hebt. En je kan ook moeilijk beïnvloeden wat andere mensen presteren tijdens de bouw. En daarvoor is er een oplossing, het BIM-model. BIM staat voor Building Integrated Modeling, of ook in het Nederlands het gebouwinformatiemodel. Wat is dat? Dat is eigenlijk een digitale voorstelling van het hele bouwwerk met zijn fysieke en functionele kenmerken. Een centrale bron van informatie die zo een betrouwbare basis vormt om beslissingen te nemen. En die beslissingen die kunnen niet alleen op voorhand zijn, voordat je begint bouwen, maar zelfs gedurende, zoals Jo ook net een stukje aangehaald heeft, gedurende de gehele levenscyclus van het gebouw. Het is een model waar iedereen die tijdens het bouwproces tussenkomt, eigenlijk informatie in een virtueel gebouwmodel gaat steken. Dus zowel architect, ingenieur, eventueel installateur van technieken, aannemers, overheden, zeg maar, iedereen die iets te zeggen heeft aan het gebouw, kan informatie toevoegen aan dat model. En dat kan tegelijkertijd, of dat kan na elkaar, het beste is natuurlijk tegelijkertijd. Hoe sneller iemand in een bouw betrokken wordt, hoe sneller kennis ter beschikking komt, hoe sneller je informatie hebt dat je in het virtueel gebouwmodel kan steken. De basis van zo'n virtueel gebouwmodel is een 3D-model, dus een driedimensionale tekening. Wij bij Gijbels werken al ruime tijd met zo'n intelligente 3D-modellen, gedurende een 15-tal jaren ondertussen. Dat is begonnen met puur en alleen de staaltekeningen die driedimensionaal gingen. Daar werd dan een tijdje later de productieatelier mee aangestuurd, daar werden automatisch aankopen mee gedaan. Dan zijn we 5-6 jaar geleden hebben we een nieuw computerprogramma gekocht. Dat heet Revit. En dat computerprogramma zorgt eigenlijk voor een architecturaal intelligent 3D-model. En dat gebruiken wij vooral als overlegbasis met bouwheren en architecten. En ook sinds een jaar of twee zijn nu ook onze betonstructuren die we tekenen, onze funderingen, ook volledig 3D. We zien dat zo'n 3D-model niet alleen voor onze eigen mensen, maar ook voor bouwheren en zelfs voor architecten veel betere inzichten geven in die complexe structuren. En we zien ook dat die 3D-modellen eigenlijk bijna onmisbaar worden voor onze mensen op de werf. Linksboven ziet u het architecturale, virtuele gebouw in drie dimensies. Linksonder is dat gebouw uitgekleed tot zijn structurele vorm, dus het structurele 3D-model. Dat zijn eigenlijk de kolommen, de balken, de liftschachten, zeg maar. Ook de funderingen zitten daarin, maar die zie je niet, want die zitten onder het maaiveld. En rechts dan weer eigenlijk het gebouw zoals het hier vandaag staat. En ook hier zie je de meer dan gelijkenissen. Voordelen van BIM. Op de grafiek zie je eigenlijk in de horizontale as het verloop van het bouwproces. Dus aan de linkerzijde zitten we heel in het begin van het bouwproces met het schetsontwerp. En dat gaat zo verder naar rechts, naar uitvoeringsfase toe. Als je de eerste lijn bekijkt, dus de blauwe, nummer 1 bij, die gaat van linksboven naar rechtsonder. En die beschrijft eigenlijk de mogelijke invloed die je kan hebben als bouwpartner in het project. Dus in het begin, als je nog tijdens een schetsontwerp zit, kan je nog heel veel invloed uitoefenen op een gebouw als bouwpartner, als bouwheer, als architect.
of wie er ook tussen komt. Dan heb je de gele lijn, de lijn die gaat van links onder naar rechts boven. Dat is eigenlijk de kosten die een wijziging met zich meebrengt. Dus een begin brengt een wijziging op zich niet veel kosten of extra kosten teweeg. Die kelder die erbij komt, oké, je hebt een begin de kost van de kelder, maar je hebt geen extra faalkosten. Hoe verder je natuurlijk die beslissing gaat uitstellen om een kelder bij in je gebouw te voegen, hoe meer kosten of hoe meer dat die kelder zal kosten. De derde lijn, dat is zo'n beetje de groen-grijze lijn. Op het scherm is die eerder grijs. Dat is eigenlijk een voorstelling van het huidige bouwproces. En daar zie je in dat eigenlijk het grote aantal wijzigingen, dus de bulb in de lijn, die situeert zich vooral tijdens de uitvoering, of vlak voor de uitvoering, tijdens de projectvoorbereiding. Met als gevolg dat die wijzigingen die daar zo laat in het bouwproject plaatsvinden, natuurlijk veel geld en veel ergernis kosten. En hier vormt BIM een oplossing toe. BIM zal ervoor zorgen dat mensen eerder rond tafel komen en eerder alle informatie ter beschikbaar hebben in dat virtuele gebouwmodel, zodat de kosten gaan dalen en zodat de kwaliteit van het gebouw zal kunnen stijgen. Hoe sneller je mensen samenzet, dus niet alleen architect en bouwheer, maar ook ingenieur en aannemer, hoe sneller je tot goede oplossingen kan komen. In zo'n 3D-model, daar zit eigenlijk alle informatie in, of je kan daar alle informatie in steken. Je kan daar isolatiediktes, om het eenvoudig te houden, je kan daar karakteristieken van bepaalde chauffages of verwarmingstoestellen, je kan daar airco-toestellen met karakteristieken in steken. En op die manier kan je met zo'n BIM-model eigenlijk vrij eenvoudig simulaties maken van de operationele energiekost van een gebouw. Hetzelfde kan je doen met verlichting. Waar heb ik daglicht binnen of beschaduwing van de omgeving? En op die manier kan je natuurlijk gefundeerde keuzes maken van ik ga die isolatiedikte toepassen, ik kan dit verwarmingsprincipe toepassen. Zo kom je tot meer duurzame oplossingen voor je gebouw. Maar je kan er nog een stapje verder mee gaan en ook naar je total cost of ownership van je gebouw kijken. Dus ook naar de gebruiksfase kijken, wat kost mijn energie tijdens de gebruiksfase of wat kost zelfs het onderhoud van mijn gebouw tijdens de gebruiksfase. BIM is nog groen op een andere manier, omdat je het kan gebruiken voor clashdetectie. Een clash is een Engels woord voor botsing. Zoals ik net al eens zei, ongeveer 35%, of zo'n studie die gebeurd is in Nederland door bouwkennis.nl, die zegt dat ongeveer 35% van de bouwkosten zijn te wijten aan fouten. En zelfs 10% daarvan is afval. Dus dat wil zeggen, een paneel dat te kort is, een trap die niet lang genoeg is. En dat heeft allemaal te maken met het feit dat partijen niet op elkaar afgestemd zijn. Natuurlijk is er een stuk menselijke fout, maar er is ook een heel stuk dat te wijten is aan het niet op elkaar afgestemd zijn van partijen. En dat ga je natuurlijk voor een heel groot deel vermijden door het toepassen van dergelijke 3D-modellen, waardoor je materiaal of materiaalverbruik dat niet echt nodig is, afval zijn we niks mee, dat je dat kan uitsparen. Verder kan je met BIM dus conflictvrij bouwen. Je ziet hier een fotootje met een heel aantal leidingen. Ik denk dat je iedereen zich wel kan voorstellen, als je zo'n bussen leidingen hebt, dat de kans reëel is, of bijna 100% is dat ergens iets botst. Wel, met zo'n BIM-model kan je dat op voorhand onderzoeken. Botsen de leidingen met elkaar? Of erger nog, botsen de leidingen met structuurelementen? Moet er een gat gemaakt worden in een balk? En dat het niet op een werf is waar ontdekt wordt van oei, potverdorie, hier komt een leiding en daar zit een balk in de weg, wat nu gedaan? Dus we kunnen op voorhand oplossingen onderzoeken, proactief zijn in plaats van achteraf reactief te reageren. We spreken over het Big BIM en het Little BIM verhaal. Het Big BIM verhaal, we gaan er sowieso vanuit dat BIM de toekomst is. Maar BIM doe je niet alleen. Je kan onmogelijk alleen in een virtueel gebouwmodel werken. In België begint men nu pas de voordelen van BIM in te zien. Ook die nieuwe aanbestedingsvormen, denk ik dat er een heel aantal landen dat heel verder ontwikkeld zijn als in België.
We zien hier ook een cruciale rol voor de overheid als grootste opdrachtgever. Bijvoorbeeld in Nederland is het al zo dat voor bepaalde projecten van Rijkswaterstaat vanaf 2013 zal daar geëist worden dat er gewerkt wordt met BIM-modellen. Dus mag je niet meer klassiek werken. Maar ook opdrachtgevers moeten beseffen dat zij eigenlijk de grootste winnaar zijn bij het gebruik van BIM-modellen. Hoe doen wij bij Gijbels? Hoe gaan wij daar met BIM om of met 3D? Wij hebben nu al een aantal intelligente 3D-modellen. We gebruiken ze vooral voor onze klanten en stakeholders te informeren. Ik wil daarmee zeggen, wij laten die klanten, voor wij beginnen bouwen, altijd het 3D-model zien, zodat zij eigenlijk eens goed kunnen zien hoe een gebouw in elkaar zit. Zodat wij eigenlijk op voorhand kunnen wijzigingen aanbrengen en er niet tijdens een bouwfase mee geconfronteerd worden.